In de allerlaatste OMT Live voor de zomerstop gaan we het hebben over data, data en data. Onze gast kan ons er alles over vertellen. Quantified Self. Maar wat is het precies en wat hebben we eraan? Dit is OMT Live. En dat doen we natuurlijk weer met een gast. En vanavond is dat... Misschien moet ik eerst even vertellen... Ja. Wat doe jij hier eigenlijk, Raymond? Ja, we hebben een soort van stoelendans gedaan. Ja, want? Jan David zit nu in studio B. Nee. En ik zit in studio A naast jou. En dat allemaal omdat dit jouw laatste... stagedag is. Laatste stagedag van Raymond. Dus dit, hij mag... Ja, een half jaar is voorbij gevlogen, hè? Maar je blijft. Hè? Je blijft schrijven deze zomer voor OMT. Klopt. Dus je bent nog niet meteen weg. Wat ik wou zeggen, onze gast vandaag is Martijn Aslander. En jij bent wel bekend, denk ik, bij onze luisteraars van lifehacking.nl. Gaan we het zo nog even over hebben. Op jouw website staat onder jouw naam, staat netjes verkenner in de netwerk- en informatiesamenleving. Hmm. Dat klinkt heel boeiend, maar leg eens uit. Nou ja, we leven in een netwerk- en informatiesamenleving. Een genetwerkte samenleving. Social media spelen daar een rol in. We leven in een informatiesamenleving. Als je die twee met elkaar verbindt, dan zie je een enorme convergentie van technologie en inzichten bij elkaar komen. Dus alles komt nu samen. En ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop we werken en organiseren elke dag aan transformeren is. En dat tussen nu een jaar of 10 de meeste grote organisaties daardoor eigenlijk overbodig gaan raken. Omdat ze trager, duurder, goedkoper, minder ingewikkelder, complexer en het is te log om iets te organiseren in een organisatie als je kijkt wat er buiten mogelijk is. En ja. Ik verken dat is mijn werk. Ik spoor allemaal technologieën op, voorbeelden en ik ben aan het kijken van, goh, wat betekent nou die netwerk- en informatiesamenleving voor de nabije toekomst van werk en organiseren? En het is ook zeg maar het motto voor al jouw projecten en dat is het thema, dat is het thema. Dus wat betekent dat we zeg maar de kunsten, wetenschap en technologie bij elkaar gaan brengen? Dus die linker en die rechter helft samen. En daarnaast ook Apple gebruiker? Absoluut. Apple fan? Je zei net iets tegenstrijdend van, ja, Apple mensen zijn vervelend. En nee, maar ik vind Apple echt een heel naar bedrijf. Een naar bedrijf. Maar ze maken, ja, ik ken ze van dichtbij. Ik vind Apple echt geen fijn bedrijf, maar die maken wel de beste spullen. En Microsoft, dat vind ik echt, die mensen die daar werken, dat zijn echt zulke liefers. Maar die maken allemaal spullen waar je niks aan hebt. Dus dat is een beetje moet jammer. Gewoon... Ja, dat zouden ze andersom moeten doen. Maar even, maar diep respect voor wat Apple aan het doen. Ja, want je hebt een gloednieuwe. Ja, hij is net binnen. Ik moet hem nog even, zeg maar, een nieuwe iPhone. Gloednieuwe iPhone 5 vandaag gehaald. Dus, ik moet nog even synken en alles, maar ik ben helemaal blij met het spul. Ja, tuurlijk. Als kenniswerker moet je goede spullen hebben. Dat is waar. Zo is dat. In Studio B, dat heb ik altijd al willen doen. In Studio B zit onze social media tijger Jan David. En hij ontfermt zich vanavond over Twitter. En wat is dit gek om te doen, Jan David? Ik ben blij dat je niet aan het script hield. Maar dat hoeven we niet verder toe te lichten aan, aan de mensen thuis. Ik zit nu op deze onwennige plek voor mij. En ik ontferm me over de Twitter. En over de sociale media. En je kunt bijdragen aan deze uitzending door te tweeten met hashtag OMTLive. Dan komt het, even oefenen, hier binnen. Is dat hoog? Lager. Lager, iets lager. Hier komt het dan binnen. Ja. Wat ik dan wel wil weten is wat jij al allemaal aan jezelf meet met behulp van apparatuur. Dus laat dat maar weten op hashtag OMT Live. Wat meten mensen al met apparatuur? Nou, daar gaan we het zo met jou uitgebreid over hebben. Eerst gaan we naar de headlines. En de eerste is een beetje treurig nieuws, want gisteren kwam het treurige bericht dat Douglas C. Engelbart is overleden. En nu vraag je misschien af of niet, wie is Douglas C. Engelbart? De uitvinder van de muis. De uitvinder van de muis. Inderdaad, mijn volgende regel. Douglas C. Engelbart is de uitvinder van de muis. In de 67 heeft hij het gepatenteerd al. In 68 heeft hij tijdens een congres zijn visie getoond van wat je allemaal met computers kan. Hoe hij dat dan zag in de toekomst. En een onderdeeltje daarvan was eigenlijk maar die muis. Dat was gewoon hoe je dat moest bedienen. Zo heeft hij ook videoconferencing daar laten zien. En dat je al kon samenwerken in documenten. Hij heeft nooit een claim gehad vanwege de computerarm? De muisarm? Muisarm, nee, hij heeft geen rechtszaken daarvoor. Dat heeft hij eigenlijk ook uitgevonden, hè? Als hij de muis heeft uitgevonden. Nee, toch? Daar is het begonnen. Ja. Godzalle. Dus die muis was ook een van die... Dat was eigenlijk gewoon een hulpje om die mooie dingen te doen uit zijn visie. Maar het is zijn beroemdste wapenfeit eigenlijk geworden. En we hebben een filmpje van dat congres in 1968, waarin hij dat uitlegt. De muis. The
products of this program, the technology of it, lends itself well to an interesting way to portray it for you. So we're going to try our best to show you rather than tell you about this program. Okay, there's Don Andrews' hand in Menlo Park. And in a second, we'll see the screen that he's working and the way the tracking spot moves in conjunction with movements of that mouse. I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way, and we never did change it. All right. As it moves up or down or sideways, so does the tracking spot. And the principles for its operation are quite easy to see. If you'll turn it over, Don. Its principle is that there are two wheels that roll on the surface. But since they're at right angles and kind of sharp edges, one will roll and the other slide in one direction. And as the mouse moves over a surface, then each of those wheels either slides sideways without rolling or rolls an amount that very closely duplicates the particular component of horizontal or vertical in the net motion it makes. Het valt me op dat het draadje van de muis trouwens aan de onderkant zit. Maar ja, dat is er blijkbaar nog even over. Dat was toen nog niet helemaal nagedacht inderdaad. Nee. Zo'n vergelijking hebben we ook met de iPhone gezien. Ik heb een 4 en daar zit mijn headphone nog aan de bovenkant. En bij de 5 zit die aan de onderkant. Precies, dat zijn van die dingen. Ja. Ja, ik kom uit 1989 en ja, toen ik ben eigenlijk opgegroeid met de balletjesmuizen. Zat er zo'n balletje in je muis zat en wat je dan om de zoveel maanden even schoon moest maken, anders werd je muis helemaal vies. De muis is natuurlijk groot geworden dankzij Apple. Hij heeft het uitgevonden en 10 jaar later kwam Steve Jobs al langs, heeft dat gepikt, dat idee. En die dacht van dat gaat in de Lisa was geloof ik, de allereerste muis. En daar zat inderdaad ook een balletje in. Ja. Met name om het ook goedkoper te maken, want het ding was redelijk duur om nog te maken. Dan gaan we van de muizen, gaan we naar Korea. Korea wil namelijk... Dat is een mooi bruggetje. Ja, dat vind ik ook. Daar hebben ze ook heel veel muizen in Korea. Vooral in het riool, maar dat geldt terzijde. Laten we even eerlijk zijn. Wat de USA voor Apple is, dat is Korea wel voor Samsung. Hè? Het thuisland, de basis waar de merktrouwe fans zitten. Nou, sorry Samsung, maar niet dus. Want dat blijkt, Korea die wil gewoon Apple. De Koreaanse Consumentenbond heeft namelijk een onderzoek gedaan. Een tevredenheidsonderzoek. En een merkonderzoek over 40.000 Koreanen. En daaruit blijkt, Koreanen zijn tevredener over hun iPhone dan over hun Samsung Galaxy telefoon. En ook de iPad heeft in Korea de voorkeur. En Koreanen zijn vooral gek op de iPad mini, die ik hier ook heb. Het enige wat Samsung in Korea dan nog wel heeft, is een groter marktaandeel. Maar in vergelijking, 1 op de 6 mensen is tevreden over hun Samsung Galaxy. En 2 van de 3 mensen van de Koreanen die de enquête invulden, waren tevreden over hun iPhone. Dat is dus echt een flink verschil. Maar de Nederlandse Consumentenbond is altijd heel, heel negatief over Apple. Ja. En als het gaat om garantie of dingen die kapot gaan of het werkt niet. Nou, ik weet wel dat ze in China ook een flinke garantiegate hebben gehad, Apple, zeg maar. Maar of dat in Korea ook zo is, ja, blijkbaar zijn ze er erg tevreden over. En moet Samsung toch een beetje het onderspit delven op het gebied van kwaliteit en tevredenheid in Korea. En dat is toch wel pijnlijk, denk ik, voor zo'n grote technologiefabrikant. Dat het thuisland dan ook niet mee is, zeg maar. Ja, nou, er waren geruchten dat het slechter ging met Samsung. Hè, dat die Galaxy S4 minder zou verkopen. Ze dalen 25 miljard in op de aandelenmarkt. Maar nu was er ergens daar weer de melding. Nee, er zijn er toch alweer 20 miljoen van verkocht in 2 maanden. Valt reuze mee. Ja, we zien eigenlijk een soort van herhaling van wat er met Apple gebeurd is. Martijn, dat is de grote strijd, hè, Samsung tegenover Apple. De Galaxy S4 tegen de iPhone 5. Jij hebt een iPhone gebruikt. Je hebt een nieuwe iPhone 5. Vanaf mijn eerste iPhone gestopt met nadenken over andere telefoons. Vroeger wist ik alle modellen uit mijn hoofd. Niks vragen over de Galaxy S4. Ik zou het echt niet weten. Ik heb laatst een keer had iemand een ik denk dat het een Galaxy was. Zo'n Samsung Android ding. En ik probeerde iets te doen, maar ik kwam er gewoon niet uit. En als je kijkt naar de sales is één ding. Als je kijkt waar het webtraffic vandaan komt, met name op de tablets. Maar ja, dat zal bij smartphones net zo zijn. Als mensen minder webverkeer veroorzaken met een Android tablet dan met een iPad. Ja, dat zal wel iets zeggen. Dus die verkoopcijfers moet je niet op blind staren. Nee. Nou, dan gaan we jou niks vragen over Samsung. Dan gaan wij even naar Jan.
Want misschien zijn er al vragen binnengekomen aan Martijn. Of je had iets gevraagd, geloof ik al, hè? Ja, ik had er iets gevraagd. Ja, want mensen, kijk, Quantified zelf gaat natuurlijk, ga je allemaal zo te hebben over apparaatjes die dingen van jou meten, van je lijf meten. Dus ik vraag me af welke apparaatjes onze kijkers nu allemaal om en aan zich hebben waarmee ze dingen van zichzelf meten. Daar komt nog niet zo heel veel binnen. Wat ik wel binnenkrijg is mensen die vooral gecharmeerd zijn van de wissel. Zoals Joey die Raymond feliciteert met zijn promotie. Tom vond een prachtig intro. En Maarten die is blij met mij als social media host vanavond. Nou, ik weet niet of ik... Het moet nog een beetje losser komen volgens mij. Raymond had dat beter voor elkaar. Dus laat vooral die tweets komen met hashtag OMTLive. Over alle vragen die je wil stellen over Quantified zelf. Ja, en dan gaan we nu naar de gast toe. Ik zei net al lifehacking.nl. Dat is een van jouw eerste, denk ik, grote projecten. Misschien ook niet. Maar een van deze grote online projecten. Wat is lifehacking.nl? Hoe is dat gekomen? Ik was in aanraking gekomen met die beweging, die lifehacker beweging. Daniel Bryan, een Engelse internetjournalist, die heeft dat begrip gecoind. En ik liep tegen Frank Mills aan en we besloten samen dat we dat wel heel interessant vonden. Lifehacking gaat over hoe kan ik meer doen in minder tijd. Met minder stress, tegen lagere kosten en meer impact. Nou, dat wil natuurlijk iedereen. Dat klinkt heel goed. En maar dat is echt, we pretenderen een kennisland te zijn. We hebben 5 miljoen kenniswerkers, maar het is eigenlijk heel triest. Zeg maar, een gemiddelde 17-jarige heeft op zijn zolderkamer krachtige gratis tools in handen dan het grootste deel van de Nederlandse kenniswerkers. Die mogen niet eens spullen downloaden, omdat iemand bedacht heeft dat het een goed idee is dat al die computers dichtgetimmerd zitten en dat je geen Dropbox en Evernote moet installeren. Het zit helemaal dicht inderdaad. Dat is ongelooflijk. Echt, als je kijkt naar de arbeidsproductiviteit van Nederland en de impact en de lerende organisatie, kennis delen, dat is echt... Maar daar is Microsoft ook weer heel ver, hè? Want het hoofdkantoor van Microsoft in Nederland bijvoorbeeld, die werkt al heel... revolutionair innovatief met thuiswerken en ieder zijn eigen dingen doen. Ja, maar wacht even. Het nieuwe werk en thuiswerken, dat gaat vooral over het nieuwe werkplekken. En dan helpt een fatboy of een lekkere stoel of een flexplek. Daar gaat het niet over. Het gaat erom dat je, als je leert hoe je informatie moet filteren en opsporen, als je leert hoe je met sneltoetsen handig kan werken, als je allemaal handige webtools, als je dat eigen maakt, dan kun je gewoon bizar veel meer doen in minder tijd. En kun je veel sneller en slimmer samenwerken met grote hoeveelheden mensen. En de meeste organisaties zijn er niet klaar voor. Nou, ik ben niet zo handig met computers. En ik zag een paar slimme tips en tricks. Ik dacht, als ik die nou online zet en andere mensen zetten hun tips er ook op, dan hoef ik nog maar naar één plek toe. Nou, in Nederland is het relatief groot. Volgens mij heb je iets van 100.000 bezoekers per maand. Ja. En we zijn met een fanatiek ploegje mensen proberen we content erop te zetten. In Amerika is het nog veel groter. Ik geloof het bereik van lifehacker.com is 10 miljoen bezoekers per maand. Dus is really huge. En dat gaat van hoe vang ik fruitvliegjes? Wat een hack is eigenlijk een slimme vondst. Dat gaat niet over inbreken in computers, maar een slimme vondst. Hoe kan iets op een andere manier gebruikt worden dan waarvoor het bedacht is? En het is gewoon leuk om die kennis met elkaar te delen. Dus daar zijn we ooit mee begonnen. Noemen ze een voorbeeldje of meerdere voorbeelden van vandaag bijvoorbeeld. Waarin jij dingen op een hackende manier hebt gedaan. Zoals ik, terwijl ik het nog op een oude manier doe bijvoorbeeld. Hazel bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat kent. Hazel is een heel klein tooltje voor de Mac gebruikers. Is een heel klein tooltje dat in je systeemvoorkeuren zit. En Hazel is een soort automator. Voor je bestanden. Dus als ik bijvoorbeeld een torrent download en ik download hem op mijn bureaublad, dan weet Hazel, hey, als ik in die of die of die map iets tegenkom dat heet .iso of .torrent, dan snapt hij dat hij verplaatst moet worden naar het mapje waar mijn torrentprogramma automatisch in kijkt van, goh, moet ik nog wat downloaden. Dus je kunt, ik kan bijvoorbeeld alle schermafbeeldingen die langer dan 2 dagen op mijn bureaublad staan even netjes automatisch opruimen. Oh, heerlijk. Mijn bureau staat helemaal vol. Nee, maar Hazel is maar één van de duizenden handige tools. En als je die dingen in elkaar aan elkaar knoopt, zeg maar, al die tools, ja, dan gaat het nog veel handiger. Hazel, hoe schrijf je het? Want ik ben wel heel benieuwd. Ja. Nou, dat is een hazelnoten, gewoon Hazel. Oké, Hazel. Ja. Heb je nog zo'n hack die je vandaag hebt gebruikt? Ja, a better touch tool. Ik geef zelf heel veel presentaties. En voor de Mac-gebruikers, als je normaal gesproken een scherm wil resizen, dan pak je of de sneltoets en klik je op het rode of het groene balkje linksboven, of je gaat met je muis het hoekje van het scherm slepen. Dat is een geklooi. Met a better touch tool, het is gratis, pak je gewoon een hoek op. Ik geloof dat het tegenwoordig zelfs in Windows 8 zit. Sorry jongens. en dan sleep je scherm naar boven. Dan is hij in één keer fullscreen. Of je sleept hem naar links. Dan is hij gelijk halfscreen. Waarom is dat handig? Nou, ik heb heel vaak, ik geef veel presentaties. Dan sluit ik me op de beamer aan. Dan moet ik al die schermen resizen. Als ik me van de beamer afhaal, moet ik hem weer resizen. Dus ik kan nu met een hele snelle muisbeweging, tak, kan ik het scherm in de gewenste grootte krijgen. En uiteindelijk kun je zeggen, ja, lekker belangrijk. Maar als je per dag honderden handelingen op je meest gebruikte apparaat moet uitvoeren, dan loont het om het een beetje snel en slim te organiseren.
En nou ja, daar kan ik eindeloos in doorgaan. Wij vinden het gewoon leuk om die scriptjes uit te vogelen en die te delen met iedereen. Ja. Klinkt allemaal, ik ga die eerste sowieso downloaden. Dan gaan we het zo hebben over Quantified Self, zeiden we al. Kun jij aan de noob uitleggen wat dat nou is? Klinkt allemaal heel moeilijk en ingewikkeld, maar wat is het? Quantified Self. De gekwantificeerde zelf. Ja. De ondertitel van die Quantified Self beweging, want het is echt een bottom-up beweging, die ontstaan is door Wired journalist Gary Wolf en Kevin Kelly. Dat zijn van de grootste internetdenkers aller tijden. Hij was er vroeg bij met zijn boek, ik geloof in 1993 al, The New Rules of the New Economy. Die hebben op een gegeven moment bedacht, self-knowledge through numbers. Het wordt steeds makkelijker om allemaal informatie over jezelf te vergaren. Hoe komt dat? Sensoren worden steeds kleiner, steeds goedkoper en ze gebruiken steeds minder energie. Dus in je smartphone zitten al, weet ik veel, 10, 15 sensoren. Dus omdat sensoren heel klein worden en heel krachtig en weinig energie vreten, kun je ze in kleine slimme gadgets, apparaatjes stoppen. Als je vervolgens die slimme dingen gaat meten en die ga je met elkaar in verband brengen, en dat koppel je ook nog eens aan smartphones, waardoor je naar het web kan sturen, en dat hang je in de cloud zodat je die data kan mergen, dan kun je enorm snel grote hoeveelheden patronen in kaart brengen. En Quantified Self is een beweging van mensen die nieuwsgierig zijn naar, hoe zou het eigenlijk zijn met mijn slaapgedrag? Slaap ik met volle maan eigenlijk beter of slechter dan normaal? Normaal kom je daar niet achter. Maar als je een Fitbit of een Zio op zit, het ziet er niet uit. Maar het donker is, je ziet toch niet. Niemand ziet je als je slaapt. Dit ding meet mijn prefrontale cortex door. Dus hij meet zeg maar real-time de elektrische activiteit in mijn hoofd, waardoor hij kan ontdekken of ik in lichte slaap ben, diepe slaap of in remslaap. Ja. Dat kun je gewoon in grafiekjes zien en dan hoef je alleen maar op te doen. En die data die kun je gewoon in een grafiek neerzetten. Dit was tot voor kort ongelooflijk ingewikkeld en duur. Dus naar een slaaplaboratorium gaan, dat was een niet natuurlijke omgeving. Dus voor onderzoek was het niet extreem geschikt. En het was heel duur. Zo'n dingetje kost een keer 100 euro. Dit bedrijf, Zio, is toevallig net failliet gegaan. Maar er komen gewoon binnenkort weer andere. We gaan straks al die dingen langs, al die sensoren. En wat ik nog afvragen, hoe past het in jou, dat motto waar we het net over hadden. Waar had ik het? Verkennen in de netwerk- en informatiesamenleving. Want op een gegeven moment ben je hierin geïnteresseerd geraakt. Hoe kwam dat zo? De grap is, ik ben eigenlijk mijn eigen data niet zo heel erg geïnteresseerd. Ik ben gefascineerd door van, wat is er allemaal te meten? Hoe kun je die data met elkaar verbinden? En wat gaat dit de komende 5 à 10 jaar betekenen? Een van de grootste vraagstukken die we hebben in Nederland is het zorgvraagstuk. Einstein zei ooit, je kunt het probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee je het probleem gecreëerd hebt. Waarom is het geld in onderwijs op in Nederland? Nou, omdat alles naar de zorg gaat. 76 miljard per jaar naar de zorg en dat wordt alleen nog maar duurder. Dat gaan de jongens in de bureaucratie niet oplossen. Dus dat moet uit een hele andere hoek komen. Nou, we hebben nu de makers scene, de do-it-yourself-beweging. En neem iets als insuline. Diabetespatiënten, komt veel voor. Diabetespatiënten moeten hun bloedsuikerspiegel meten, moeten bijspuiten. Kost allemaal geld. Ja. Geld dat we eigenlijk niet hebben. Nou, is er her en der, zijn er wat geruchten en wat aanwijzingen dat misschien, niet voor allemaal, ongetwijfeld, en ik ben geen wetenschapper, dus don't try this at home. Maar het zou wel eens kunnen dat voor een aantal diabetespatiënten 1 gram kaneel per dag een heel goed idee is. Even los van of dat nou waar is of niet. Hè? Ja. En wat blijkt, want de kaneel schijnt een boost te geven aan je suikerreceptoren in je bloedcellen. Ja. Stel nou dat dat waar is, dan krijg je in het medisch-farmaceutische industriële complex, krijg je dat er nooit door. Want die hebben zo'n bak aan wetenschappelijk onderzoek, want dan hebben ze gewoon betaald. En dan zit je met, maar kaneel werkt misschien ook. Ja, bewijs dat maar eens. Dan heb je hier zo'n stapel wetenschappelijk bewijs, de wetenschappelijke methode. En hier heb je het bijna niks. Nou, de komende 5 jaar kun je dankzij goedkope sensortechnologie en smartphones, doodleuk, een enorm wetenschappelijk onderzoek opzetten onder 100.000, 500.000, misschien over een paar miljoen mensen. Je kan zeggen, gaan jullie nou eens een maand dat gebruiken en jullie een maand niet. En jullie een maand andersom, dubbelblind, blind onderzoek, large scale door amateurs. Dat zijn geen wetenschappers. Maar al die medici die zijn aan het zoeken in de hooiberg. En wat wij nu met alle amateurs kunnen doen op basis van deze data, maar dan moeten die data wel valide zijn. Wij kunnen met z'n allen zeggen, the evidence is pointing out in that direction. Dus joehoe, gast in de hooiberg, je moet in die hoek zoeken, want daar ligt de speld volgens onze data. Ga daar maar eens kijken. Dus het is de synthese tussen de wetenschap en de amateurs. Ja, dat verschuift. Nu noem ik het voorbeeld van de medische wetenschap. Kijken we even naar Apple. We kunnen nu heel veel dingen zelf maken. Mm-hmm. Dankzij Arduino's, gaan we misschien ook nog even over hebben zo. De Maker Movement, 3D-printers. Wat wordt nou de meerwaarde voor die grote toko's als de medische wereld, of in dit geval Apple?
Apple? Nou ja, kijk, Apple, wat Apple als een van de eerste heel goed begrepen heeft, is dat ze eigenlijk een ecosysteem faciliteren. Daarom stoppen ze heel veel geld in die winkels. Apple is gewoon een ecosysteem waar software en hardware geïntegreerd zijn, waar je dingen op aan kan haken. Ik bedoel, de App Store zorgt ervoor, los van wat je daarvan vindt, dat alle ontwikkelaars via datzelfde ecosysteem toegang hebben tot al die lui. Ja. En ja, daar kun je filosofisch hele gesprekken over hebben, over gesloten versus open, maar dat is nou voor een andere keer. Dat is iets wat de massa niet kan, zeg maar. Dat is moeilijker voor de massa. Ja. En je kunt over 10, 15 jaar pas zeggen wat de echte betekenis was. Maar het is nog veel makkelijker, goedkoper dan ooit voor amateurs om iets heel groot op te schalen. En zeker in dit veld, waar grote vraagstukken liggen, kunnen we alle denkkracht ter wereld gebruiken. En met de gekoppelde infrastructuur die Apple heeft, je hebt al accounts, het werkt al, accounts kunnen op elk apparaatje gekoppeld kunnen worden, gaat het alleen maar makkelijker worden. Ja, en dit gaat uiteindelijk niet echt over Apple, want kijk, al die apparaten kunnen gewoon met het web praten. Dus of ze nou met Apple praten of met Samsung, daar maakt helemaal geen zak uit. Wat wel interessant is dat de hoeveelheid, omdat Apple zo groot is, de hoeveelheid devices die voor iPhones bijvoorbeeld ontwikkeld worden, ja, je hebt een hele grote userbase. Kijk naar iPads in ziekenhuizen, die worden ook overal gebruikt. En een van de meest waanzinnige voorbeelden vind ik, dit is een bedrijf, ik had ze net een naam genoemd, ik ben even de naam kwijt. Die maken een apparaatje, dat schuif je over je iPhone heen. En dat is AliveCore.com. Ja. Je schuift om je iPhone heen een hoesje, kost $200. Er zitten twee elektrodes op en het is gewoon medisch goedgekeurd. Daar kun je een hartfilmpje mee maken. Hallo, ik ken iemand die moest laatst van huis naar het ziekenhuis en weer terug en wachten. Hartfilmpje maken, is 3 uur bezig geweest. Kost een hoop geld. Dat kost een hoop tijd, geld, moeite. Geld dat we eigenlijk niet hebben. Want doe dat eens even een keer de hele samenleving en kijk eens wat de zorgbegroting is. En niet iedereen moet natuurlijk zijn apparaatje gaan kopen. Maar als het nog maar €200 is om een hartfilmpje zelf te kunnen maken, nou, dan duurt het niet lang voordat het nog goedkoper wordt en het nog makkelijker wordt. En wat is nou de grap? Die data, die kun je op enig moment, of nou een jaar duurt of 2 jaar, daar wil ik af zijn, die kun je gewoon automatisch laten doorsturen door die app naar een cluster van cardiologen, desnoods cardiologen in opleiding. En als er 15 verschillende naar gekeken hebben, die zeggen allemaal, nou, dit is oké. Nou, is dat ook niet meteen het grootste struikelblok, dat er een nieuwe infrastructuur moet komen waarin een patiënt heel vooral meet en dat kan doorsturen op een uniforme wijze, dat in een systeem komt bij die dokter? Ja, maar het systeem, we krijgen een veelheid aan allerlei soorten systemen. Als ik nu naar de huisarts ga, ik kan me voorstellen dat die dokter gek wordt. Oh, er komt iemand, heeft een iPhone, een aparte formaat, data. Had hij maar een vak moeten leren. nee, maar even zonder gekheid. Veel dokters gokken een beetje. Even, als ik nu naar de dokter ga, heb ik keiharde data. Ik heb gewoon mijn weegschaal, mijn bloeddruk, mijn body mass index, al die informatie heb ik gewoon. En zeker met de technologie die nu allemaal ontwikkeld wordt, binnen nu een paar jaar zijn er apparaten op de markt die de 24 belangrijkste ziektes heel snel diagnosticeren. Dus voor heel veel dingen hoef je niet meer. Voor diagnose is de vanzelfsprekendheid waarmee je naar een huisarts moet, die is niet meer zo vanzelfsprekend. Maar daarachter ligt iets veel interessanters. We kunnen large scale, dankzij al die data, met z'n allen op zoek naar gratis of goedkope of betere alternatieven voor hele dure medicijnen of behandelingen. Nou, uiteindelijk is preventie een veel beter idee dan behandeling, dat is duurder. En het is geen halen maar olie, quantified zelf, maar het is wel gaaf dat mensen wereldwijd binnen die beweging elkaar ontmoeten bij meetups. Nederland loopt er redelijk voorop, want wij organiseren de Europa-conferentie hier. En je bent naar San Francisco geweest, want daar is een soort wereldwijde conferentie. Dus 2 keer per jaar is een wereldconferentie. Wat wordt daar besproken? Nou, dit soort even, daar lopen echt allerlei soorten geeks en nerds en medici. Greg LeMond, de Tour de France winnaar, die liep er rond, miljardairs. Heel Silicon Valley bruist van QS. En de sfeer die daar is, die typeerde iemand laatst als de Homebrew Computer Club. Dus de jaren 70 bijeenkomsten van nerds, waar Steve Jobs en Bill Gates kwamen. En daar is de hele computerrevolutie uit ontstaan. En wat er nu in Silicon Valley speelt, is precies dezelfde energie en emotie. Iedereen heeft zoiets van, wow, we could really use this technology to solve real big problems in the world. Het gaat echt nuttig worden dus. Heel snel. Dat is het nu al. Kijk naar platforms als Patients Like Me. Je hebt een ziektebeeld en de dokter zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hey, komt eigenlijk niet zo vaak voor. Heb ik nog nooit eerder gehoord. Maar ja, koppel dat op het web en iedereen gaat zijn ziektebeeld met elkaar delen. En je hebt Patients Like Me. En in één keer krijg je compleet andere inzichten over wat er aan de hand zou kunnen zijn met iemand. Gaan we het zo uitgebreid met jou over hebben in deel 2. We gaan nu even naar de headlines. En vandaag lekte uit dat
Tim Cook een leger nieuwe producten belooft aan retail managers. Hij zei dat in een geheime bijeenkomst in San Francisco. Ik vraag me dan wel af waar dat dan is en of dat dan wel echt waar is. En hoe geheim dat dan is. En hoe geheim dat dit is, nou, als wij het nu al bespreken. Ik heb het vandaag inderdaad even uitgezocht. En het was al ergens in juni was het. Het was in een vrij afgelegen conferentiecentrum. En ook alle retail managers zijn er per bus heen gereden. Er waren ook een aantal Vine-filmpjes, een aantal tweets van mensen die zeiden, nou, ik weet niet wat er aan de hand is, die in de omgeving woonden. Maar het is echt heel big, want er worden allemaal mensen per bus ingereden. En ja, het was echt weer een soort van Apple-dingetje. Heel snel erin rijden, deuren op slot. Maar in die bus zaten dus retail managers van de hele wereld. Die komen dan naar Mecca in Cupertino, of naar San Francisco. Ja. In een busje. Tim Cook spreekt ze toe. 3 uur begreep ik. Ja. Over een leger aan nieuwe producten die we in de herfst gaan krijgen. En de vraag is dan, wat is dat dan? We hebben het dan over de iPhone 5S. Ja, dat is niet zo verrassend. We hebben het over een iPhone 5, denk ik. iPad 5. iPad 5. Mm-hmm. iPad mini 2. iPad mini aan. Retina. Was je erbij? Nee, maar dat is doe de mes. Schrik je zo als je uit ons post. Apple TV werd ook, geloof ik, genoemd, of de niet? De iTV, ja, de precies. ITV. En dan krijg je natuurlijk ook nog de iWatch. Alle andere gebruikers. Maar Tim Cook heeft dus in het midden gelaten welke producten, maar er kwamen in ieder geval... Dat er iets aankomt? Ja. Ja. Maar even, dat heeft een CFO al een tijdje teruggeroepen. Ze hinten deed uit die kant op. Dus waarschijnlijk gaat Apple een heel groot najaarsoffensief pakken om gewoon die hele concurrent te verslaan. En Amerika, de Amerikaanse economie een boost te geven. Nou, en de afgelopen WWDC-keynote, die zat al behoorlijk vol. Dus ik vraag me af, in de najaars-keynote gaat het dan weer flink los. Er was nog iets anders, hè? Ja, er was nog iets anders, want... De vraag was, of Tim Cook uit ook zijn zorg over de iPhone en dan met name waar ze verkocht worden. Ja. Want ze worden nu allemaal voor 80% verkocht bij de Bell Companies, de T-Mobiles en de Vodafones. Ja, want die dingen worden verkocht. Wees blij, mafkees. Nee, maar er blijkt een strategie achter te zitten. Er kan meer geld uitgehaald worden als die in de winkel worden verkocht. In de Apple Store. Hadden ze niet genoeg geld dan? Je kunt niet genoeg geld hebben, Martijn. Kom op. Nee, maar het leuke is, als je het in de winkel verkoopt, dat doen ze nu 20% van de iPhones worden in winkels verkocht van Apple zelf. Maar als dat meer is, dan kom je in aanraking met de MacBook Air. En dan het halo effect van je iPhone. Dan loop je nog even langs de iPad stand. Genius Bar. En dan... In ieder geval, qua customer satisfaction, wat echt krankzinnig is. Ik heb vandaag nog weer iemand gesproken, de iPhone was stuk. Je loopt naar de Apple Store, je zegt, hey, knopje is stuk. Ze kijken naar, ja, hier heb je een nieuwe. Ja. Nou, dat krijg je even. Ga maar eens naar een Vodafone winkel of naar een Dixons of weet ik veel waar je die dingen kan krijgen. Die customer satisfaction schiet omhoog omdat Apple snapt waar retail over gaat. Ja. Dat doen ze echt heel knap. Heb je een vergelijkbaar merk dat zo goed doet in retail? In retail? Nee, nou, ik loop zoveel kom ik niet in winkels, maar... Volgens mij, want Zappos is eigenlijk geen retail. Nee, Apple is de eerste die transitie flink gemaakt heeft. Ik geloof dat Microsoft het nu gaat proberen, maar... Nou, je ziet ook wel dat steeds meer winkels iets Apple-ish willen. Ik was gisteren toevallig een bedrijfspresentatie aan het kijken van de nieuwe weg die de Bas-groep in gaat slaan. Die zijn van Dixons, Dynabyte en iCenter overgenomen. En die gaan ook heel erg richting het Apple Store concept. Beleving, snel service, dat lijkt wel iets wat Apple echt heeft aangesticht. Ja, nou, uiteindelijk gaat het over aandacht, hè? Ja, ja. Ja. Wat ook nog genoemd werd, is dat je nu je oude kapotte iPhone kunt inruilen voor een nieuwe. Dus daar ben jij volgens mij wel aan toe. Ik ben er wel aan toe met mijn iPhone 4. Dan zou je die dan kunnen inruilen voor een iPhone 5? Ja, en dan waarschijnlijk iets meer korting krijgen. Iets meer bijbetalen, van refurbished halen. En dan slim. Is die stuk en dan loop je niet alleen met een nieuwe, maar ook met een geüpgrade nieuwe weg. Maar het gevoel wat ik een beetje krijg is dat Apple wants it all weer. Op ieder gebied. Ja. Ja, recycling is wel trouwens heel slim. Want als grondstoffen die schaars worden, als dat steeds ingewikkelder wordt. En je gaat die grondstoffen, die ga je huppakee naar jezelf toe halen. Die gaan weer naar Foxconn in Shenzhen. Daar fabriceren ze weer, weer nieuwe dingen ermee. Ja. Veel plannen dus voor Apple en vooral de retail die een aanzuigende werking moet gaan hebben. Precies. Steve Jobs scholen. Ze gaan er echt komen. Steve is dood. Maar de scholen die gaan er komen. Leven ze openen. Ja, precies. Leven Steve.
Ze openen de deuren, 11 stuks, in Amsterdam, Almere en Breda dit jaar. En vanaf augustus gaan de eerste kinderen naar de Steve Jobs scholen. En nou, zoals je al uit de naam kon afleiden, elk kind krijgt daar een iPad. En je kan daar met je iPad gaan zitten. Het is niet in groepen, niet in lokalen. Je kunt in een open ruimte gaan zitten, met je niet, iPad gaan leren. Het is niet per se tussen 9 en 3 ook. Nee, precies. Dus wanneer je wil, zeg maar, tot een uurtje of 6 avonds. En het is een initiatief van Maurice de Hond. En O4NT heet het, Onderwijs voor de Nieuwe Toekomst. En hij stelt dat je kinderen vroeg moet voorbereiden op de digitale wereld en dat het met een iPad allemaal slimmer, effectiever en beter kan. Maar. Er is altijd een maar. En die kwamen dit keer uit de sceptische reacties. Er zijn al een aantal tv-programma's die er niet zo in geloven. En ook de SP en de PVV die hebben bij de onderwijsminister aangegeven fel op toezien. Hey, het is komkommertijd. Waar moet je mee scoren vlak voor het zomerreces met iets wat niet over de crisis gaat? Precies. Nou, en daarvoor moesten we naar Duitsland om in Manfred. Manfred Spitzer is een Duitse hersenonderzoeker. En die was laatst in het programma Brandpunt van de KRO. En die vertelde daar, die uitte daar behoorlijk zijn twijfels. En die benaderde ook op een wetenschappelijke manier. Hebben we een fragment van. Brandpunt. Das was wir auf YouTube sehen, das ist die heutige Realität. Man kann damit nicht früh genug anfangen. Nein, genau nicht. Ich möchte Ihnen das erläutern. Diese Bewegung ist immer dieselbe. Und diese Bewegung bringen Sie deswegen genau nicht differenziert mit einem Glas, einer Flasche, einer Tasse oder einem Bleistift in Verbindung. Es ist immer die gleiche Bewegung, weswegen hier oben nicht unterschiedliche Muster entstehen für Tasse, für Bleistift, für irgendwas anderes, die Sie benutzen können, wenn Sie über diese Dinge nachdenken. Denn denken tun Sie mit Ihren 100 Milliarden Nervenzellen, die sich Impulse zuspielen. Wenn Sie beim Lernen die Bewegung, die differenzierte Bewegung weglassen, dann ist das so, als würde ich Ihnen ein Drittel Gehirn rausschneiden und Sie dann mit dem Rest denken lassen. Sie können schlechter denken. Is dit nou een conservatieve... Dit is gewoon het prototype van... Je hebt hele slimme Duitsers en hele domme Duitsers. Dit is echt een hele domme Duitser. Let op. Kids gaan op de iPad een YouTube-filmpje bekijken hoe je een gave robot met je handen kan maken. Fijne motoriek. Veel verfijnder dan een potlood vasthouden. Ze gaan vervolgens op instructables.com de hele handleiding bekijken. En ze gaan samen dingen maken. Sodemiet erop, mafkees. Je bent het niet mee eens. Nee, maar hij heeft gewoon geen gelijk. Hij zegt, ja, kinderen gaan de hele dag dit doen. Die man die heeft niet bedacht dat kinderen die op een iPad kennis tot zich krijgen, iets gaan doen met die kennis, dat gaan toepassen. Ja, maar hij zegt toch ook, hij zegt ook dat de motoriek redelijk beperkt is. Ja, maar wat hij zegt is, de motoriek is, nou, dan gaan de kinderen gaan de hele dag dit doen. Hij snapt dus niet, hij heeft gewoon niet bedacht dat daar kennis uitkomt waar je wat mee gaat doen op die scholen, omdat je niet achter een tafel zit. Maar daar zegt hij ook iets over. Hij zegt daarover, ja, er wordt te veel aangereikt aan die kinderen. Dus ze hoeven niet meer zelf na te denken zoals je dat vroeger moest doen. Ja, ze worden lui gemaakt of zo. Oké, okay, maar waar te makkelijk gemaakt voor leerlingen. Waar staat dan dat zijn manier van denken en werken nu nog überhaupt zin heeft? Ja, dat weet ik niet. Nee. Bij zo'n beweging krijg je natuurlijk altijd kritische en minder kritische mensen. Wat ik zelf denk en wat ik zelf ook wel heb gemerkt, ik kom uit de tijd dat het probleemgestuurd leren heel erg PGO. In was. Ja, probleemgestuurd onderwijs. En dan werd je letterlijk in een lokaal gedropt. Dit is je opdracht en zoek het maar uit. En dag. Ja, en dat werkte dus niet. Je hebt wel begeleid, maar uiteindelijk ook bij onderwijs gaat over aandacht en dingen aanreiken. Maar dat wil niet zeggen dat kinderen zelf dingen laten uitzoeken niet werkt. Voor mij werkt dat prima. Zeker als je ze snel leert waar je dingen kan vinden en hoe je met elkaar slim kan samenwerken. Ja, dat is natuurlijk die instructie die een docent nog steeds heeft. Ja. Die moet nog steeds een begeleidende rol hebben. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat je kinderen continu, zoals bij jullie bijvoorbeeld, loslaat. Klassikaal leren, dat is toch echt niet meer van deze tijd. Maar is een coachende functie van een docent genoeg, denk je? En dat echt alle stof uit... Laten we eerlijk zijn. One way to find out. Ik snap niet waarom iedereen zo hysterisch doet over onderwijsexperimenten. De enige manier om te ontdekken hoe het moet is toch dingen uitproberen. Dus jij bent pro Steve Jobs scholen? Nee, ik ben pro dingen uitproberen waarvan je nog niet weet of het werkt. Ja. Heb jij kinderen? Nee. Als ze zou hebben, zou je ze naar Steve Jobs school sturen of niet? Ik weet niet genoeg van die Steve Jobs scholen. Ik ken de context niet. Dus even, ze gaan heus niet alleen maar zeggen, hier is je iPad, daar is de klas, veel plezier. Heus niet. Nee. Nou, we gaan dat merken. Tot zover, Steve Jobs scholen die openen dit jaar. We gaan ze ongetwijfeld volgen bij OMT. Ja. We gaan een scherpe toonreportage maken. En als dan we een verloren generatie kijken, dan weten we, het waren de Steve Jobs scholen. Precies, en niet PGO. Jij bent verloren gegaan door de PGO. PGO. Toekomst door iPad. Jan David. Ja.
Ik wou bijna zeggen Remmel, maar... Nee, die zit niet. Nee, je moet wel even wennen, want ik ben het inderdaad. Het is Jan David. Er zijn mensen die merken dat Koen en ik steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Daar maken ze zich zorgen over. Dat hoeft ik niet. Ik ben de volgende. Volgende keer zit ik gewoon weer aan de ronde tafel. Kevin kijkt uit Spanje. Martin kijkt vanuit de trein. Dus we zijn goed ontvangen, blijkt. Maarten vraagt wie de iPhone 5 hoesjes hebben gewonnen die we vorige keer hebben weggegeven. Nou, als je dat nog niet hebt gehoord, dan heb je hem niet gewonnen. MC Shark die zegt fuck off met al die metertjes om je heen, nergens voor nodig. Dus die heeft het niet zo op Quantified zelf. Waarom ze wel kijkt, weet ik dan niet. Maar verder zie ik ook mensen die hebben weegschalen. Die hebben Nike Fuel Bands, Fitbit Aria, Fitbit Ultra en Garmin 310 XT. Dat is een hardloophorloge. En ze gebruiken daarbij heel veel Runkeeper en Moves. Dus onze kijkers en luisteraars die zijn er wel heel actief mee bezig. Jelle Prins die vraagt zich af of hij ook meetelt. Want hij trackt constant waar hij heen gaat. Ook op, en zeker op wintersport. Dat mag zo meteen beantwoord worden. Maarten heeft nog een interessante vraag. Op metingen worden zeer belangrijke medische beslissingen genomen. En hoe garandeer je dan dat die data ook echt klopt? Misschien dat jullie daar op die twee dingen even in kunnen gaan. Hè? Telt het als je plek trackt, ben je dan ook bezig met Quantified zelf? En hoe belangrijk is echte kloppende data? Je staat te branden om te antwoorden, maar we gaan zo meteen met jou verder. Dus we houden deze vraag even bij ons en gaan het zo beantwoorden. We gaan eerst naar de apps. Ja, en voor de eerste app pak ik mijn laptop. Oftewel, we gaan iets. Ik ga iets laten zien op het internet. Het is een Mac-app. Of is het een app? Ja. Nee, het is een webapp. Een webapp. Ik weet niet wat het is. Het lijkt wel een iPhone-app, maar het is ook weer geen iPhone-app. Het is ook geen programma voor het Mac. Het is. Ja, wat is het eigenlijk? Goed, ik laat jullie niet in spanning. Ik ga het gewoon even laten zien. Ik deel even mijn scherm, zodat jullie mee kunnen gluren. Trommelgeroffel, wat zou het toch zijn? De mysterieuze webapp van Jan David. En van Jan David, van Lucas? Van Lucas, excuseer. Jan David zit in de andere studio. Goed, dit vergeven jullie nog wel. Koen, kunnen we meekijken? Ik heb nog niet gedeeld. Oh. Je Airplay aanstaan? Ja. De Airplay staat aan. En het synchroon staat daar aan. Daar komt iets binnen, geloof ik, bij Koen. Het is iets wat op de WWDC is aangekondigd en dat is iWork in the Cloud. Hey. En het grappige is dat sinds sinds gisteren of eergisteren is dat ook beschikbaar voor niet betalende developers. Maar ik kwam er dus achter dat ik blijkbaar een niet betaalde developer was. Ik wist het zelf al niet meer, maar ik was maar het dus wel degelijk. Dus, je kunt je dus gratis aanmelden als developer en dan kun je al gebruik maken van beta.icloud.com. Ik laat het heel even zien, want er zitten toch wel mooie dingen in. Ik open even een nieuw, dit is Pages document. Nou, het ziet er allemaal hetzelfde uit als het doorkomt, althans. Het ziet er hetzelfde uit als gewoon Pages en Numbers en Keynote. Ik open nu even een template. Koen, komt dat binnen bij jou of niet? Nee, ik zie weinig. Dan heb je net zo'n prachtig Pages document open. Ik heb een prachtig Pages document open wat je niet ziet, maar... Neem van mij aan, het is prachtig. Koen herstart even de Airplay server. Daar is die weer. En het is gratis dit, hè? Het is allemaal gratis. Wat gaat dat doen, om even een zijweggetje te nemen, wat gaat dat doen met de Pages suite? Is dit niet eigenlijk genoeg? Nou ja, nee, want ik heb niet overal internet. En de echte iWork kan meer dan dit. Dit is maar een beperkte set aan dingen. Koen, dan zit ik er weer in. Kijk, hier zien we een templateje. En het mooie is, dit is dus een website. En ik heb hier bijvoorbeeld een fotootje op mijn desktop. Die sleep ik erin. En boom, het staat er al meteen in. Het voelt heel erg native Mac aan. Ik zie mezelf er niet continu in werken. Maar toch. Ik kan onderweg toch doorgaan met presentaties of documenten. Ik doe nu even een object hierin. Wat ook mooi werkt, is dat je de shadow aan kunt zetten. En je kunt het blurgehalte bepalen. Dus dit voelt echt niet webachtig aan. Ik kan ook zelfs de bekendere Apple Reflection aanzetten. Wel een beetje web 2.0 die reflectie. Maar ja, het is heel fout, maar toch, het ziet er heel mooi uit. En als ik hem nu wegklik, dan heeft hij hem bewaard. Dus het is net zoals bij Google Docs. Je hoeft niet na te denken over save. Dat is toch een begrip wat nog niet bij iedereen leeft. Maar je kunt het gewoon wegklikken. Heeft hij ook versies die hij bijhoudt? Heb ik nog niet gezien. Okay. Je ziet nu rechtsbovenin dat hij zegt updating one document.
Als ik nu op mijn iPad verder ga, dan zul je zien dat dat sterretje wat ik net heb gemaakt met die mooie blur op de achtergrond, dat hij daar gewoon bij staat. En het werkt op Windows, hè, ook? Het werkt ook op Windows, in de moderne browsers. Dus het is ook een leuk proefje voor de Windows-mensen onder ons om kennis te maken met iWork-achtigen. En wellicht dat ze overstappen naar Apple dan. Zit er natuurlijk ook achter bij Apple. Nou, als Keynote een beetje goed is, dan denk ik vooral aan grote schoolomgevingen, universiteitsomgevingen, waar je toch soms in lokalen gebonden bent aan een lokaal dichtgespijkerde Windows-PC, waar je echt geen Keynote-presentatie op krijgt. Maar als je even op het web inlogt, ja, het zit toch op het web, dan heb je het eigenlijk zo voor elkaar. Slimme bypass vooral die 5 miljoen kenniswerkers die er normaal niet bij mogen. Precies. Ja. Is dit dan, kwantificeert dit zich als een life hack? Nee, dit is gewoon een slimme strategische move van Apple. Een dingetje. Jij hebt ook een app. We gaan een beetje sneller, want we zitten krap in de tijd. Daarvoor heb je je iPhone nodig. Ja. En hondenpoep op straat, kuilen in de weg, een shitload aan zwerfafval. Ah, je kent het wel. En normaal moet je dan heel omslachtig bellen naar je gemeente. Krijg je de frontdesk aan de lijn. Die gaat het noteren. En je moet me heel blij zijn dat het ooit nog eens naar de achterliggende onderhoudsmedewerkers gaat. Maar dat is nu verleden tijd met de Buiten Beter app. Het lijkt wel een commercieel verkooppraatje wat ik aan het houden ben. Ja, doe je goed. Ja. Maar goed, dat meldingen doorgeven van gemeentelijke werken is normaal gedoe. Je moet er net geen brief sturen of een postduif sturen. En dat kan makkelijker met de Buiten Beter app. Bij mij in de straat bijvoorbeeld, ik heb een studentenflat bij mij in de buurt. En er ligt bij mij allemaal troep op straat. En die paaltjes, die ze in Amsterdam ook hebben, maar ik weet niet hoe ze hier, hoe heet die dingen? Gewoon die paaltjes, die zijn omvergetrapt. Okay. Is dat iets, kan ik daar iets mee met deze app? Ja, nou dan zeg je, ik maak een foto. Nou, dan maak je een foto van de paaltjes. In dit geval is dit ding even het paaltje. Nou, kijk eens hoe onver het ligt. Het ligt helemaal uit elkaar. Nou, welke locatie is het? Hij heeft GPS ingebouwd. Dus hij ziet er staat een single zitten. Dat is helemaal prima. En wat is jouw probleem? Grof vuil. Dus ligt vuil. Grof vuil. Nou, wat is het idee? Doen we nog even een omschrijving. Het is verschrikkelijk. Blablabla. Ja, okay. Handhaven ermee. Ja. Greet. Nou, niet handhaven, maar oké. Ja, en nou, nu zeg je stuur. En wat gebeurt er dan mee? En hij heeft nu jouw melding met de foto en de locatie direct naar de back-office van de gemeente gestuurd. Dus grote kans dat er morgen een mannetje op straat komt. Die zijn ze heel ver in beeld van de gemeente. Ze hebben inderdaad een kaart met meldingen. En de grap is, als ze heel veel mensen dezelfde melding maken, dan is dat blijkbaar een storend ding. Laten we dat eerst oplossen. Ja, want ik zou hierop afknappen als ik een foto maak en ik zie maandenlang niks gebeuren. Nee, maar daar zijn ze echt debiel snel in bij gemeenten. Daar hebben ze echt een hele goede inafslag gemaakt. Ja, ik woon in Groningen, daar hebben we een keer ook zo'n soort melding gemaakt. En de volgende ochtend stond er al iemand veel te vroeg aan de deur. Ik wil er niet bij zeggen hoe laat je wel of niet wil. Dat kan dan niet. 2.0 versie. Ontwikkeling. Maar, ja, maar dat werkt heel goed. Dit werkt dus. Ja, dus ze geven je echt prioriteit aan inderdaad ook. En het is gewoon, het is veel makkelijker. In plaats van door 3 telefonisten. Maar het is ook gelijk helder van, dit is inderdaad geen goed idee. Maar die zijn er toch. Je kunt ook je meldingen terugzien en... zoals je nu ziet, staat er 1 melding al op afgerond en de andere die is verstuurd. Dus de gemeente die houdt je ook via de app, houden ze je op de hoogte van hoe het met de melding staat. Kun je ze ook bedanken? Fijn dat je het hebt opgelost, dat zou lief zijn. Er zit geen like-knop in. Dat zou nog eens een 2.0 versie, die zou inderdaad een like-knop of een respect-knop. Toch, dat is leuk voor ambtenaren. Ja, absoluut. Ja. En hij moet eventjes voor de iPhone 5 geresized worden, denk ik. Ja. Maar dat doet er niet aan af dat het een hele handige app is. Ja. En ja, het succes, het wordt alleen maar beter natuurlijk als iedereen dit ook doet. Hè? Want dan wordt de impact groot en dan kun je iedereen kaart maken. Hoe meer, hoe beter. Maar, alle hulp is welkom, toch? Ja. Precies, en het schijnt ook als ze er niks aan doen, dus als ze je melding zeg maar niet gaan oppakken, geven ze er ook een uitleg bij waarom ze het niet doen. Dus van, het is een te klein probleem, dus je wordt echt wel op de hoogte gehouden. En steeds meer gemeenten sluiten zich hierbij aan. En ik heb het zelf inderdaad een paar keer geprobeerd en dat gaat fantastisch. Oké, Martijn, je hebt ook een app die je wilde laten zien. Ja, hoe heet die app? Die heet Evernote Food. Ik ben Evernote Food. Absoluut grote Evernote-fan. Ik denk dat Evernote binnen nu een jaartje of 5... Je hebt ook een Evernote-shirt aan. Tussen nu een jaartje of 5 gaat Evernote Microsoft Office vervangen, denk ik. Ja. De manier waarop we gaan samenwerken via tools als Evernote wordt compleet anders. Laat zien. Ik zet al een jaar lang al mijn eten op de foto. Ik moet even de AirPlay aanzetten, maar dat heb ik net geleerd hoe dat moet. Huppakee. App Air OMT Live, toch? Synchroon. Yes. Ja. Gereed. Kijk. Ik maak fotootjes van mijn eten met de gewone camera-app. Maar die bevat EXIF data. Dus hij bevat de geolocatie, bevat het tijdstip. Die foto's, als ik een keer tijd en zin heb, die upload ik in de app. Die heet Evernote Food. En daardoor kan ik zien wat ik gegeten heb. Ik zal even kijken of ik dat nu... Een vastloper.
Hij loopt blijkbaar vast. Nou, het is maar goed dat je een nieuwe telefoon hebt. Maakt niet. Maar ik zet er maar weer uit dan. Maar wat heel gaaf is, is ik zet dus... Nee, je loopt helemaal vast. Hallo. Uh-oh. Nee. Nou, probeer het gewoon nog een keer. Evernote Food. Ja, en al die mensen die Instagrammen toch al een eten. Dus nee, maar wat heel interessant is, als ik de Evernote Food app open en ik voeg foto's toe, dan ziet hij, oh, dit was ontbijt, lunch of diner. Dus dat zet hij er zelf bij. Ja, de datum zet hij erbij. Tijd gaat erbij. Maar in Foursquare gaat hij op zoek naar, in welk restaurant? Nou, het werkt even niet, whatever. In Foursquare gaat hij op zoek naar, oh, dat was in dat restaurant. Dus ik heb een hele database van alles wat ik gegeten heb. Waarom is dat nou interessant? Nou, het is een soort social graph van je leven. Want het zijn sociale momenten heel vaak, ja, wat je eet. Bijkomend voordeel... ik ga het toch maar even uitzetten. Bijkomend voordeel is dat je gezonder gaat eten. Ik ben minder snacks gaan eten. Want, je merkte dat je in je tijdlijntje niet iets uit te veel patatjes. Een frikandel ga je niet op de foto zetten. Dus ik eet het maar niet meer op. Ja, dat ziet er niet uit. Dat is vals spelen. Dat ga ik niet doen. Dus het is een hele leuke vorm van bewustzijn. Wat gaaf is dat hij synchroniseert met alle andere Evernote data. Dus als ik met jullie ergens in een restaurant ga eten en ik klik daarop, dan gaat hij op zoek naar alle keren dat wij contact hebben gehad, dat ik in mijn Evernote database heb zitten. Dus hij haalt de contextinformatie. Oké. Hartstikke interessant. Dus Evernote Food. Evernote Food, gratis in de App Store. Is het ook voor Android? Ja. Oké. Okay, nou, wacht even, dat heb ik niet gecheckt. Maar ik weet dat Evernote meestal alle kleine apps die ze erbij ontwikkelen ook voor Android beschikbaar maken. Kijken toch geen Android gebruikers. Ja, precies. Ik snap ook niet waarom ik het vraag eigenlijk. Ja. We gaan even snel door. We hebben nog twee leuke dingetjes om te laten zien. En die zitten in iOS 7. Hey. De eerste is AirDrop. Gaan we eens even airdroppen? Wij gaan airdroppen. We laten zien aan de mensen hoe dat werkt. En we laten alleen mijn scherm zien. Even kijken. Dus we zien niet hoe dat bij jou aankomt. Ik zet even airdrop aan voor iedereen. Even kijken. Je hebt drie modes in airdrop. Uit, alleen contacten of iedereen. En airdrop is het synchroniseren of het versturen van bestandjes, zou ik maar zeggen. Koen, als je mijn iPhone even laat zien, dan zie je dat ik airdrop heb aangezet. Kijk, je ziet hier airdrop. Je kunt zeggen van uit, alleen voor contacten. Mensen die jij kent, die in jouw adresboek staan. Of voor iedereen. Dus dan kun je ook in de trein, zeg maar, airdroppen. Wat gaan we airdroppen? Nou, ik heb bijvoorbeeld een foto gemaakt. Ik maak even een foto van waar ik nu naar zit te kijken. Als dan willen weten waar je naar zit te kijken nu. Ja, dus airdroppen is niet heel boeiend. Maar open ik die foto even en dan zeg ik, Raymond, dit moet je echt zien. Intussen word ik gechat door allerlei mensen, maakt niet uit. Dus ik klik op de delen knop en dan zien we daarboven AirDrop staan. Nou, en dan krijg ik nu een verzoekje op mijn iPad dat Lucas... Ik ben bang dat jij ook even op OMT Live moet gaan zitten. Of kan dat niet? Je zit nu op ja, het hangt volgens mij aan elkaar met hetzelfde wifi-netwerk, hè? Maar goed, eigenlijk mislukt de presentatie nu. Want je ziet hier bij AirDrop zie je dan vervolgens Raymond zijn iPad staan. Ik klik daarop op Raymond, net zoals we het kennen van de Mac. Mm-hmm. En dan bij jou komt de foto meteen in beeld. En jij klikt op oké. En je hebt de foto. Hij opent automatisch de foto-app. En je ziet daar de foto die ik net gemaakt heb hier. Maar het kan dan weer niet tussen Mac en iOS. Dat is raar, want daar heet het ook AirDrop. Ja. En daar moet je speciaal op klikken. En de anderen moeten ook op klikken. En dan zie je elkaar. Als je op een netwerk zit, wifi-netwerk zit. Nou, maar ik kan dus niks van mijn iPhone 5 naar mijn... Nog niet, maar je Mavericks lost dat toch wel op. Hier heb ik Mavericks op zitten, maar dat werkt nog niet. Wellicht wordt dat nog opgelost. Dan hebben we nog één dingetje, Raymond. Ach, die wil laten zien van iOS 7. Een leuk, subtiel... Eerbetoon. Eerbetoon aan Steve Jobs. Als ik namelijk iets wil sharen in iOS 7... en dan mag mijn iPad even op AirPlay, dat staat hier nu... Dan kunnen we inderdaad kiezen voor AirDrop. Dat hebben we net gedaan, maar dat lukte niet helemaal. Maar je kunt ook een webpagina, ik heb hier de OMT Live pagina, waar jij en Jan David nog op staan, kun je toevoegen aan de leeslijst. En als je even goed kijkt, dan zie je bij het icoontje voeg toe aan de leeslijst een bijzonder bekend brilletje. Een bekende John Lennon Steve Jobs brilletje. Een bekend Steve Jobs brilletje inderdaad. Zou het een verborgen eerbetoon aan Steve Jobs zo verborgen is het nou niet. Ja, hoezo verborgen? Maar een subtiel eerbetoon. Een vraag aan de luisteraars om nog meer van dit soort kleine subtiele eerbetoontjes aan Steve Jobs te... Precies. Wij gaan even naar Jan David.
Daar is hij weer. Daar ben ik weer. Ik ga nog een keer voor de zekerheid de vraag stellen die ik binnenkreeg voor onze gast. Het wintersporten, of je dan als je dan je plek trackt, of je dan ook bezig bent met Quantified zelf. En of het niet heel belangrijk is dat de data van metingen ook echt kloppen om daar medische beslissingen op te nemen. Dus of zijn dan al die leuke kleine apparaatjes wel nauwkeurig genoeg? En ik heb ook nog een reactie van Kitty op het laatste, op Evernote Food, wat werd getoond, dat gebruikt ze niet, maar het lijkt wel heel erg handig. Dus volgens mij hebben we zojuist wat zieltjes gewonnen. Nou, mooi. De vraag die gesteld werd, als ik op mijn, ik heb daar zo'n nieuw weegschaal, hè, van Livings. Ja. Die meet mijn bloed. BMI, je vetpercentage en je gewicht. Ja. Gewicht en de luchtkwaliteit en nog iets. Ja. Ik merk wel dat het redelijk schommelt. Ook mijn hartslag meet hij dat het redelijk schommelt. Is die data van die apparaten wel goed genoeg om daar beslissingen op te nemen? Zo'n dokter, als ik naar mijn dokter stuur. Dat weten we nog niet. Of die data goed genoeg zijn. Maar goed, we zitten aan in de early days van die hele beweging. In Groningen is het eerste wereldwijde Quantified Self Instituut ter wereld. Daar werkt Hans Hogeschool met 5 lectoraten samen. En wat die aan doen zijn, is onderzoeken hoe betrouwbaar de meting per apparaatje is. Dus is een Fitbit gemiddeld, die zijn er gewoon mensen met 10 Fitbits tegelijk aan het laten lopen. Om te kijken van, oké, komt er elke keer hetzelfde uit. Ja. Als je van dit soort apparaatjes een soort standaard kunt ontwikkelen. Je kunt zeggen, oké, dit apparaat is op de Quantified Self Index, heeft hij een betrouwbaarheid en een validiteitsscore van zo en zoveel. Kun je op basis van die index ook het wetenschappelijk onderzoek wat je daarmee gaat doen op wetenschappelijke merites beoordelen. Dus de validiteit, de betrouwbaarheid en de usability. Dus er is een heel instituut voor, als eerste in de wereld, die zich puur daarmee bezighoudt. Dus dat is het Quantified Self. Maar zijn er al eerste, bijvoorbeeld... Nee, is te vroeg. Sommige dingen zijn medisch allang getest, zoals dat ding wat ik net noemde, om je ECG mee aan te maken. Andere zijn niet extreem betrouwbaar, de slaapmonitor. Maar ja, langzaam maar zeker zijn we het ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Dus ja, die kant gaat op. Ik wil nog even reageren op die gast die zei, die dame was geloof ik van, hou eens op met al die metertjes op je lijf. Dat is een vrouw. Dat zijn natuurlijk, ja, dat zijn heksen. Die kunnen heel goed, nee, die bedoel ik lief, maar die kunnen goed voelen. En je hebt gelijk, je moet naar je lijf luisteren. Je moet zelf nadenken over, oké, het gaat over zelfbewustzijn. Maar je moet het kind niet met het badwater weggooien. Wat waardevol is aan al die metingen, is dat wij de komende paar jaar, door deze ontwikkelingen, misschien wel 10.000 keer meer data dan dat we ooit hebben gehad over het menselijk lijf en omgevingsfactoren in kaart hebben. En dat is cruciaal om grote veranderingen in de zorg door te kunnen voeren. Zaagt het aan de poten van de grote... You bet. Ja, die zijn angstig en bevend. Kijken ze naar dit, de grote medicijnleveranciers? Ik denk het niet, want hun echte doel is toch mensen beter maken. Dus uiteindelijk is het ook in hun belang. Ja, wat moet zij nu doen om toch niet af te haken? Volgens mij moeten ze... Welke rol moeten ze krijgen in de toekomst? Volgens mij moeten ze al het onderzoek wat ze nu toe gedaan hebben gewoon online gooien en openlijk gaan delen. En vooral met elkaar. Moet je je voorstellen, je hebt 9 grote farmaceutische bedrijven. Die hebben allemaal een bak aan data en kennis. En die hebben ze niet op één plek bij elkaar. Ja, vind je het gek dat we kanker nog niet hebben opgelost? Ja. Dus we moeten volgens mij de amateurs en de experts gaan samenwerken. En die handel moet open. Kijk naar de hele wetenschap. Alles gaat richting open. We hebben het nu met name over medische toepassingen gehad. Zijn er nog andere gebieden waar Quantified Self juist... Ja, want het gaat niet puur over medisch. Kijk, het gaat over voeding, lifestyle, beweging. Het heet self-knowledge through numbers. Dat kan gewoon alles zijn. En een van de mantra's van die Quantified Self-beweging is... What did you do? What did you learn? How did you do it? Dus er worden heel veel talks en bijeenkomsten gehouden. Die kun je ook allemaal online vinden op quantifiedself.com of .org. En daar zie je allemaal mensen die deelaspecten van... Goh, wat zou je allemaal nog kunnen meten of kunnen tracken? En wat leer je daarvan? Wat voor inzichten krijg je daardoor? Ja. Dus dat kan eigenlijk alles zijn. Als het maar self-tracking is. Dus die jongen die inderdaad zijn ski-data trackt. Nou ja, als hij daar een inzicht uit verwerft... Van god, dat is geinig. Als ik veel gesopen heb, ga ik minder hard de berg af. Of juist harder, ik noem even iets geks. Dan heeft hij inderdaad zelfknowledge verworven door het tracken van dan van is data. Het dus nuttig geweest. Misschien een vraag aan Jelle was het, geloof ik. Wat heb je gemeten en wat heb je ermee gedaan met die data? Heb je daar conclusies uit kunnen trekken? En heb je harder kunnen skiën, bijvoorbeeld met alcoholpermillage van... Misschien is het wel leuk om even heel praktisch te laten zien wat er nou... Ik heb zo'n Fitbit sinds een aantal dagen. Ja. En het is wel een goede motivator, heb ik al als eerste, is mijn eerste conclusie. Omdat ik met, ik zal het even bijpakken. Ik klik op de verkeerde. Ik moet nog wennen aan iOS 7. Ik open even AirPlay. Het is een goede motivator, want ik ben
de afgelopen jaar totaal niet bezig geweest met gezondheid of lopen of gezond eten of weet ik veel wat. Maar door die Fitbit heb je toch een leuk inzicht. Zo zie je hier bijvoorbeeld vandaag, ik heb een goal van 10.000 stappen. Kun je aanpassen, maar de standaard staat geloof ik op 10.000. En ik ben er nog niet vandaag. Ik ga na de uitzending nog een rondje lopen. En als wij nu met elkaar connecten op Fitbit, dan loop ik hier uit. Want ik zit vandaag al op 11.000 stappen. Ja, maar goed, jij moet ook helemaal uit Groningen komen. Dus ik ga nooit binnen. Je ziet hier bijvoorbeeld het lijstje van collega's van mij die ook allemaal meedoen. Ik sta nu op plek 4. En ja, je gaat kijken, ik zit nog maar 11.000 achter Erwin. En ja, je gaat toch even een blokje om dit even recht te trekken. Gamification. Dit werkt. Heel erg motiverend, dat heb ik al gemerkt. Een van de grote vraagstukken binnen het hele medische en preventieve dossier is, hoe creëer je een gedragsverandering bij mensen? En gamification zorgt voor een hele grappige, laagdrempelige manier om ander gedrag te gaan vertonen. Ja. Net zoals ik door het maken van foto's minder snacks eet, ga ik door die Fitbit bijvoorbeeld op Schiphol, heb je van die horizontale, loopbanden. Ja, loopbanden. En ik denk, ja, dat ga ik dus niet doen. Dat kost me stappen. Helemaal niet leuk. En ik ga niet in de lift. Ik ga de trap op, want extra punten. Dat is gewoon bij mijn collega's ook kijken. Want ja, nee, we nemen de trap al in plaats van niet met de lift. En dan kun je het natuurlijk af en toe afspielerij en zo. Maar we moeten dit soort inzichten gaan verwerven met z'n allen om uit te vogelen hoe we de mensen die het echt nodig hebben kunnen helpen hiermee. Ja. Om hun gedrag te veranderen, zodat ze gezonder worden. Ja. Nog een voorbeeld. Ik heb dus die weegschaal van WeThings. Ja. En die meet dus gewicht, mijn hartslagmeter, BMI, de luchtkwaliteit en hoeveel warm het is. Nou, hier zie je het. Je ziet meteen hoe zwaar of hoe licht ik ben. Het is maar hoe je ernaar kijkt. En je ziet ook een heel verloop. Dus ik ben nog maar een paar dagen bezig hoor. Dus dan zie je, het gaat nog grillig. Maar hoe langer je bezig bent, hoe beter je de lijn ziet. Ik zie hier bijvoorbeeld ook, dat is wel leuk, de CO2-gehalte in mijn... hij staat naast mijn bed. Dus ik ga daar regelmatig op staan. Maar hij meet het ieder half uur automatisch. Hij zit op wifi, dus het wordt automatisch ieder half uur gemeten. En je ziet dan dat het 's nachts van goed naar iets minder goed gaat. Omdat het raam is dicht, gaat dan dicht. Ja. En je merkt dan dat de luchtkwaliteit dan minder wordt. En als je dan 's ochtends wakker wordt, gaat het raam open en dan wordt de luchtkwaliteit beter overdag. Dat merk je heel duidelijk. Dus dat zijn van die inzichten die je dankzij zo'n weegschaal, zo'n slimme weegschaal, krijgt. Dan kijk, dat is dan de inzichtenkant, maar er is nog een besparingskant aan. In ziekenhuizen bijvoorbeeld hebben ze nog steeds dat ze met papiertjes allemaal bijhouden hoe zwaar mensen zijn. Als het vanzelf gaat, omdat de weegschalen gaan praten met het web, dit gaat richting die Internet of Things, besparen we ook daar heel veel administratieve zaken. Ja. Dus dat is ook nog zo'n wijze les. Ik had nog een aantal vragen staan, maar wij moeten echt door naar de gadgets. Even kijken of ik nog een hele interessante... Ja, toch nog even een toekomstplaatje. Het is nu echt beginnend. Jij hebt hier een... Het heeft niks met... Nee, het is gewoon leuk. Quantified. Zometeen in de gadgets. Doen we zometeen bij de gadgets. Ik heb nog één vraag aan jou. Wat is het toekomstdroombeeld wat jij ziet met Quantified zelf? We zitten nog in een soort beginsfase. Er worden heel veel dingen gemaakt. Mensen raken ermee gewend. We hebben al gezegd dat het heel veel kan oplossen. Maar wat is jouw... Hoe ziet het? Wat gaat er gebeuren de komende 20 jaar? Nou, ik durf eigenlijk maar een paar jaar vooruit te kijken. Een van de teamleden van het Quantified Self team in Nederland is Julie van Geest. Die houdt zich bezig met Singularity. En dat gaat over de convergentie van biotechnologie, nanotechnologie, open source, big data, open data, al die dingen bij elkaar. En we gaan toch toe naar die atomisering van op atomair niveau dingen gaan repareren en gaan maken. Alles wordt nog kleiner. Kijk naar de wet van Moore. Vroeger had je een computer die past in deze ruimte en die kon minder dan een Commodore 64. Dit is een Arduino moederbord van 2 tientjes, wat sneller en meer rekenkracht heeft. En uiteindelijk worden die dingen nog steeds kleiner. En de komende 5 jaar zitten we niet in een exponentiële versnelling van heel veel ontwikkelingen, maar beyond exponentieel. En die snelheid en die convergentie gaat nu zo hard dat er eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen is. Maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste grote vraagstukken, dankzij technologie, de komende paar jaar... Dus we hoeven niet bezorgd te zijn om de gezondheidszorg die miljarden meer gaat kosten per jaar. We zijn hopeloos inefficiënt georganiseerd met een systeem waarvan je denkt, ja, dit slaat eigenlijk nergens meer op. Oké. Ik hoop dat de minister luistert. Ik hoop het. En kijkt. Vast wel, want we hebben ministers die tot onze schare fans behoren, dus wellicht. We hebben nog een paar minuten, dus we gaan er snel doorheen. De gadgets. Daar is de tijd voor. Ik denk dat we er maar eentje gaan doen. Ik ga van wal steken. Ja, doe dat. De e-saver. De e-saver bestaat uit een aantal dingen. Ik heb hem hier naast me staan. Allereerst hebben we hier een hub. Een hub. Ik zal hem even daar zetten. Hebben we een hub.
En aan die hub zit een netwerkkabel en daarmee hang je hem aan je router. Ja. En die hub, daar kun je een aantal randapparaten op aansluiten. En dat zijn dan weer dit soort jongens. En dit is een stopcontact wat je met een app kan bedienen. Maar er is ook een regensensor, een temperatuurmeter voor in huis, een bodemsensor, een stroommeter. En het werkt zowel via wifi als over internet. En met deze dingen kun je dus je, ik zal het even erbij zetten, kun je dus je licht aan en uitzetten of je apparaten aan en uitzetten. Waar het mij vooral handig voor lijkt is bijvoorbeeld in de schuur of het buitenlicht of het tuinlicht. Ik kom vaak 's nachts thuis, heb ik alle rolluiken dicht gedaan, dan denk ik, ga ik naar bed en dan denk ik, shit, het schuurlicht staat nog aan of het buitenlicht staat nog aan. Moet je weer helemaal naar buiten. Wat zou er makkelijker zijn? Maar als ik een stap, dat zijn weer 100 stappen. Ja, wat zou er makkelijker zijn dan een app pakken en die gewoon lekker daarmee het licht uitzetten. Nou, met die eSaver iConnect, zoals het ding heet, kan dat gewoon. Dus nog dus even, niet... dit ding zit op je internet en die praat dan weer met alle dingen in je huis. Draadloos met de buitenlamp. Ja, met de buitenlamp. Of de koelkast, de garagedeur. Je broodrooster. Exact. En naast dus de slimme stopcontacten, zeg maar, heb je ook dus de temperatuurmeter, de bodemsensor, de stroommeter en nog een aantal andere accessoires. Het is dus niet alleen smart, het is best smart, maar het is ook nog groen, want je bespaart er, als je het goed inzet, energie mee. En je kunt ook allerlei dingen meten, ook een beetje quantified. Het is een starterskit waar je uit bestaat. Die hebben we... Hier, de eSaver Starters Kit, zitten 4 van die stopcontacten in. Okay. En de basishub is €149. Je kunt hem ook nog eens uitbreiden met allerlei andere accessoires en dingen die je aan de hub kan hangen. En die kosten, die beginnen vanaf €29. Hij is verkrijgbaar bij eSavers.eu, maar bijvoorbeeld ook bij Conrad. Als je het over huisautomatisering hebt, denk je aan Conrad. En Coolblue, die hebben hem ook. We hadden hem graag live willen laten zien, maar er zit 1 kleine beperking aan te praten. Dat is de lengte van het kabeltje. En dat kabeltje, dat gaan we niet halen tot de dichtstbijzijnde aansluiting. Okay. Maar niet getreurd, volgende week, onemorething.nl, komt een uitgebreide review. Gaan we hem helemaal doorlichten op onze website. En je kunt hem winnen vanavond. Je kunt hem winnen. De hele set, hè? De hele start is te winnen. We slaan 4 stopcontacten, de smart hub van eSavers. Gewoon te winnen. Bij we slaan mijn gadget even over, want we moeten snel verder, want jij moet nog naar Groningen vanavond. Dus dat is een flinke kluif. We gaan even naar de prijsvraag. De So You Think You Are A Fanboy quiz. Vorige keer hadden wij een vraag over Jony Ive en het designbureau. En de vraag was, wat maakte hij nou bij zijn eerste bedrijf dat hij had opgericht? Tangerine heette dat. En dat waren met name badkamerproducten. Zoals wc-borstels en badkuipen en zo, dat soort dingen. Willem Bakker had het goed. En die wint dan ook de Color Switch iPhone case. Heel goed. We hebben een nieuwe vraag. We begonnen deze uitzending met de muis van Douglas Engelbart. Uitvinder van de muis. Maar wist jij trouwens dat Apple zelf ook een reclame heeft gemaakt specifiek voor de muis? Voor 1 muis. Ja, bijzonder. Hè? Dus de muis werd was het geïntroduceerd. Ding. Gaan we even naar kijken. We zagen hem net al even. And whatever comes our way, die volgens mij ergens in 2001 op de markt kwam, nadat dit ding in 1998 bij de eerste iMac geleverd werd. En wat echt de hockey puck wordt die genoemd, het grootste onding wat Apple ooit heeft gemaakt, ontworpen door Jony Ive. Dit dingetje. Kunt het mensen hypnotiseren, zag ik. Een soort van ook dat. Het is rond, dus je weet niet wat voor en achter is. Het is echt kramp veroorzakend. De vraag gaat niet over dit ding. Dit is ontworpen door Jony Ive. Maar mijn vraag is, de allereerste Apple-muis die Apple op de markt heeft gebracht, wie heeft die ontworpen? Dat was niet Jony Ive, want die kwam pas veel later. Dus wie heeft de allereerste Apple-muis ontworpen? Wat moeten mensen doen om dat ding te winnen? Mailen. Niet twitteren. Nee. Daar gaan we zo meteen voor nog even naar Jan David voor de afsluiting van de Twitterwoorden. Je moet om de eSaver iConnect te winnen mailen naar reactie@onemorething.nl. En dat is dus niet redactie. We krijgen elke week na de uitzending mailtjes op de redactie. Nee, het is reactie@onemorething.nl. En je hebt echt ruim de tijd om te zoeken.
Want de inzendingen moeten voor 29 augustus binnen zijn. Ja, we hebben een zomerstop. Dus tot 29 augustus kun je het antwoord op de vraag wie ontwierp de eerste Apple-muis insturen. En dan win je dus de eSaver iConnect, de vier stopcontacten en de Smart Hub waarmee je je hele huis groen en smart maakt. De iConnect. Jan David, nog een laatste Twitter-update. Ik moet eerst zeggen dat Raymond het fantastisch heeft gedaan. Maar de volgende keer dat hij in beeld komt, moet hij wel even met zijn kleding ermee rekening houden. Komen nu ook, ik zag het hier op mijn eigen monitor. Maar er komen nu ook klachten binnen via Twitter. Dat de streepjes op je shirt een soort moiré-patroon geven. Dat is natuurlijk een beginnersfout van je welste. Ja, ik wist vanochtend nog niet dat ik ging presenteren. Anders had ik natuurlijk een mooi egaal ding aangedaan. Precies. En we hebben ook nog een antwoord van Jelle gekregen. Want die vroeg er namelijk nog van, wat ben je dan wijzer van geworden van het meten op de skipiste? Hij heeft er namelijk gekeken naar de impact van verschillende snowboards en bindingen. En de grootste lol was wel om te proberen je eigen snelheidsrecord te verbreken. Dus dat heeft toch ook wel weer een beetje te maken met Quantified zelf. Oké. Okay. Wij bedanken jou, Martijn Aslander, voor jouw inzicht in Quantified zelf en hoe jij de toekomst daarmee ziet. We hebben het niet gehad over de 3D geprinte blokjes of deze prachtige, misschien kunnen we toch nog even zien. Ja, de Manual Liker. De Manual Liker. Je hebt daar geen Facebook voor nodig. Ik vond het uitzending. Hartstikke bedankt daarvoor. Succes straks naar de terugrit naar Groningen. We bedanken KPN voor de stream. En 29 augustus, dan is er weer een OMT Live. Wij gaan genieten van zon, zee, zand. Zonder Raymond helaas. Zonder mij. Bedankt voor het kijken. Fijne zomer en tot de volgende keer.